Daar beneden, daar begint Berg ten Houten. Ja. En daar rechts woont Filip Meyraeghe. Ja. En er heeft daar een beekje dat over zijn erf stroomt. En een molen. Een watermolen. Een watermolen. Dit is een mooi beeld. Kampenaerts daar in zesde, zevende positie. Alsjeblieft. In de versnelling. Van Dijken. Van Dijken, Mick. Mick van Dijken die even gaat versnellen. En zijn broer, Tim, in zijn wiel. En dan Van Aert. De Zeeuwen. Is dit de rode loper uitrollen naar de voet van Berg ten Houten? Ja, ja. Ik denk een beetje eens kijken. Al eens een goede prik geven en kijken waar we uitkomen. Doorrijden zou ik nog niet doen. Maar ja, wie ben ik? De mannen beginnen toch altijd vroeger. Maar eens voelen, eens testen, eens kijken. Het is hier dat een paar jaar geleden dat moderne wielrennen een vorm kreeg. Met die lange finales. Mathieu van der Poel ging op bijna 70 van de streep. En wij zeiden, wat doet hij nu? Remco Evenepoel heeft er ook eens een paar keer naar huis gehouden. Hè? In de vroegere Bing Bang Tour. Mm-hmm. Maar ik bedoel in Dwars door Vlaanderen, ja, ja. Nee, met die langere finales. Niet specifiek op Berg ten Houten. Het gaat snel, maar het is nog niet om te schiften. Oké, okay, achteraan gaan er in de problemen komen, maar... Hier moet dat wel lukken. En dan raak je al snel wat volk kwijt natuurlijk. Ja, boten hier. Met Kieran O'Brien ook. Kung die wilde altijd. En dan moeten er toch een paar volgen. Het is boven dat het gebeurt natuurlijk. Hè. Een grote plateau doortrekken. En proberen mee te zijn. Sheffield, de winnaar van de Brabantse Pijl twee jaar geleden. Die ons daar kwam in een positieve zin verrassen. Hij en Ben Turner kwamen daar even op de deur kloppen. En die deur is opengegaan en nooit meer dicht. En die blijft ook open, he, voor ze hebben de leeftijd mee. Dat zijn hele jonge twintigers. Gianni Vermeer zijn zesde positie. Aan het wiel van Tulgy, die dan weer aan het wiel van Mes Pedersen zit. Wout van Aert daar. Eens kijken of er geen breukjes zijn. Ja, ja, ja. Hier wel. Ja, wel. Hier wel. Ja, wel. En dan nog eentje en dan nog eentje. En zo begin je aan die afvallingskoers. Ja. Waar gaan we nu naartoe, José, na Berg ten Houten? Naar de Kluis, Mont d'Enclus. De Canarieberg gaan we ook naartoe. Dat is hem. De Canarie en dan de Trieu opnieuw, dan de Hotons. Canarieberg aan Kampenaerts die doortrekt. Ja, als je hier zit, dit is Cyril de Sal zeker met 2-3-2. Ja, dat is de nummer 2 van de... Een Ballerstedt. De Nain. Een Lampaard. Ai. Ja, deze week nog op bezoek geweest. Ja, hij zei, het heeft me deugd gedaan, dat gesprekje vanmorgen. Nou, belangrijk nieuws dat binnencijpelt vanuit het vrouwenwielrennen, José. Dat is... Een nieuwtje. Een nieuwtje. Team SD Works ProTime bevestigt het vertrek van Demi Vollering na dit seizoen. Dat is voor mij geen nieuwtje. Ze was einde contract. SD Works ProTime verlengde eerder al het contract van Lotte Kopecky tot 2028. Het is een kwestie van budget. Oké, okay, je kon denken dat het zo was, maar het is nu bevestigd. Ja, ja, het is, ja tuurlijk, het is bevestigd, hè. Ja, uiteraard. Er is toch serieus huisgehouden op Berg ten Houten, zonder echt een explosieve versnelling gezien gewoon te hebben. Gewoon strak tempo. Strak tempo is voldoende om, om brokken te maken. Terwijl we Hirschi hier vooraan zien. En Milan. Kirsch en Kung. Die reageren op alweer Sheffield. Ik denk Tarling. Daar is Fred Wright.
En dat is zo'n tussenstuk. Hè. We hebben nu nog wel even niet zo ver, maar toch. Ja, de wind heeft hier wel vrij spel. En van hieruit voel je het niet, maar er is wel behoorlijk wat wind. Kijk ook naar de vorming van de waaiertjes. En een frisse wind. Hè. Ja, toen ik naar Roeselare reed vanmorgen, was het amper 7 graden. Was je al zo vroeg weg? Nou, het was rond 9:30 hoor. Alexander Christophe achteraan. Ja, die is niet helemaal hersteld. Die klonk ook heel nasaal, dus die is niet gestart in Gent-Wevelgem. Het moet al erg zijn voor een Noor en zeker voor Alexander Christophe om de start niet te nemen in Wevelgem. Waar hij bij NAR was een paar jaar geleden nog. Koers dus, die hem heel erg goed ligt, dus om dan 3 dagen later helemaal hersteld te zijn. Nee, maar ik kan me wel voorstellen hier komen starten, meerijden, truitje blijven aanhouden, niet te licht gekleed, een beetje zweten. En dan vanavond goed herstellen, vandaag, morgen en overmorgen. Jarenaat. Ja, peloton in minstens 4 stukken gebroken op dit moment. En in de 4e groep is Yves Lampaert verzeild geraakt. Hier rechtsop draaiend en dan een beetje verder terug rechtsop. Deze strook, op de strook hierachter, die hebben ze uit de Ronde van Vlaanderen uitgehaald. Dus geen Canarieberg in de Ronde van Vlaanderen. Ook niet die gevaarlijke afdaling of die rechtdoor afdaling waar vorig jaar Binyam Girmay zwaar gevallen is. Die hebben ze er wijselijk uitgelaten. Dat vind ik een hele verstandige beslissing. Geen in een zware val. Oei, Pedersen ligt daarbij. Pedersen, Girmay ligt daarbij. En dat was aan hoge snelheid hoor. Van Aert, Wout van Aert ligt hier helemaal geschaafd op de grond. Het is niet waar, Renaat. Dat is die afdaling die ze er in de Ronde van Vlaanderen uithalen. Oh, jongens toch. Maar jongens toch. Maar jongens toch, zijn we hier 2 favorieten voor de Ronde van Vlaanderen kwijt. Met Pedersen en Van Aert. Je ziet die adrenaline bij Van Aert. En hier, het is niet waar, en Kirsch. En daar nog. Maar jongens, ja, godverdikke. Oh, dit is ellende. Dit is grote ellende. Renaat. Ja, het is inderdaad heel, heel toffe ellende. En hij lag lang uit op het asfalt en hij kruipt nu op het fietspad vooruit. Maar het zijn tranen, denk ik. Tranen, zo lijkt het wel. En dan die rug, ja, dat shirt helemaal weg. En ook stuiven. Het is Pedersen die daar nu rechts staat, de linkerkant helemaal schaft. En Wout van Aert gaat er weer bij liggen. Ik denk, ja, afgaande op dat beeld, zoals hij daar nu ligt, dan zien we hem nooit aan de start zondag. Kijk naar de snelheid in deze groep en dan naar de val. Op, daar gebeurt het. En dan word je naar de buitenkant gedwongen. Dan heb je geen keuze, dan kan je geen kant op. En zeggen dat ze dit en... Ja, hier gebeurt het. Daar, hier. Ja, hier, ja, daar blijft er eentje haperen aan, die, aan die dat goot. Boordje. Renaat. Ah. Dit is doffe ellende met het oog op de Ronde van Vlaanderen ook. Doffe ellende. Renaat. Ja, het zijn bittere tranen. Bittere, bittere, bittere tranen bij Wout van Aert. Tranen van een goocheling en pijn. Ja. Als je ziet wie daar allemaal bij lag. Het zijn allemaal smaakmakers voor de Ronde van Vlaanderen. Pedersen, Girmay, Van Aert. En ik maar bezig over die afdaling hebben ze eruit gehaald in de Ronde van Vlaanderen. Wegens te gevaarlijk, te snel, te rechtdoor. Nog eens, Renaat. Ja, Gianni Vermeer staat hier ook met pijn rechtop. En bij Jasper Stuyven het typische gebaar van een sleutelbeen. Blessure, breuk. En dan ook nog een jongen van Astana, Kazachstan. En dan ligt, wat een beeld, wat een beeld. Girmay, voorovergebogen in het gras. Vanavond de première van zijn documentaire. Wat een domper, wat een domper. Gazzoli ligt daar ook. Stuyven, sleutelbeen. Vermeers, zwaar gehavend. Girmay, zwaar gehavend. Van Aert, uitgeteld. Pedersen, die erbij lag. Hier zijn er ondertussen 5 weggereden in de tegenaanval. Met Jurgensen en Benoot. En die hebben een flink gat. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles met die val te maken. Dit is dan een tweede groepje, maar we kunnen niet meer van een peloton gaan spreken. Tarling die er alleen probeert naartoe te rijden, denk ik. De tijdrijder, ja. Joshua Tarling. Zou wel een strafnummer zijn.
tijdrijder van het moment of toch één van de beste? Op vlakkere parcoursen denk ik dat dat absoluut de man wordt. En zo jong. Ja. Zo jong. Als Remco zit mee te kijken. Hij is wel de wereldkampioen. Hè? Ja, hij is wereldkampioen. Remco Evenepoel. En zoals je zegt, er is nog een verschil tussen geaccidenteerde parcoursen en vlakke parcoursen. Maar dat dit zijn rastalent is, deze Joshua Tarling, dat staat buiten kijf. Hij gaat er naartoe rijden, José. Ja. Met een geweldige inspanning. Waar zou die zijn weggereden? Is dit het moment? Van op de kop. Van op de kop. Hij heeft wel een ploegmaker in derde positie zitten, dus die had de benen stil en de rest heeft ook al niet veel zin meer. Is er nog iemand die er nog probeert naartoe te rijden? Ja, maar die gaat er dan niet bij komen, blijkbaar. Want eenmaal zo'n tijdrijder vertrokken, 5 meter, 6 meter, is aan de kant gaan, is omkijken, met die armteken doen van kom, neem over, niemand zin, en weg was hem. Maar hij heeft er wel werk aan. Die kan dat 60 kilometer. En langer. Wat was het dat toen hij een jaar of 12 was, heeft hij met zijn vader eens meegedaan aan zo'n monster tijdrit van 300 kilometer. En de bedoeling was dat hij er maar 100 of 120 van zou rijden. En hij heeft hem helemaal uitgereden. En hij zat nog tussen de grote mannen ook rond de 20ste of de 21ste plek. Enfin, kan er een paar plekken naast zijn, maar om het verhaal maar te schetsen van wat deze jongen kan. Hij is erbij, José. Kijk. Mijn vader heeft me ook eens meegenomen naar het duivellokaal. Die dacht dat ik duivenmelker ging worden, maar dat is niet gelukt. Nee. En jij moest vroeger naar huis, maar je bent toch tot de laatste aan de toog blijven plakken ook zeker? Ah, mijn vader moest naar huis, ja, tuurlijk. Ja. Hij is er zo goed als bij. Komt in orde voor Joshua Tarling. Nog een meter of 15, 20. Je ziet dat hij bij elke pedaalslag 30 centimeter goed maakt. Ja, dit is al een inspanning die we bij de inspanningen van de dag mogen plaatsen. Ja, dat is even een visitekaartje afgeven van hoe goed deze man wel is en wat we van die man allemaal in de toekomst nog kunnen verwachten. Hè. Dan zijn ze dichter aan het komen. Die nog wel moet rijpen. Pang. 25, 26 ja, 25 seconden. 25, ja, zoiets. Kijk, daar rijden ze. Dat is niet veel. Dit is wel een bemoedigend beeld voor de achtervolgers. Bernard. Ja, het is Benoot die daar de forcing voert en die ze daarnet tot op 15 seconden terugbrengt. En Tarling er inderdaad af, net als Amund Groendal, Jansen. Dus 3 man hier overboord, maar de rest van de achtervolgende roep op weg naar de kop van de koers. Ja, ze komen. Alles wat ertussen zat, werd ijlings weggejaagd. En er komen er 5 aansluiten. Valgren en Bettiol, Jurgensen en Benoot en Kung. Niet toevallig deze 5. Ja, de frisse mannen, de goeie. En deze Joshua Tarling die natuurlijk de rekening betaalt. Niet van alleen dat gaatje dichtrijden, maar ook van zijn lengte, het gewicht, de jeugd. Alles samen. En deze Abrahamsen vooraan is hier wel duidelijk een van de betere. Mm-hmm. Super gretig, maar ik zou hem aanraden van eens om te kijken. En weet niet dat de koers nog niet gedaan is en dat het eigenlijk nu nog maar begint op het moment dat deze mannen erbij komen. De bond komt ze bekijken. Wie is hier allemaal? Ja, jullie. Shit. Dat is wel wat kwaliteit bij elkaar. Kung is gaan versnellen en dat is dodelijk voor wie daarachter komt natuurlijk. Hè. Kung met de versnelling. Jurgensen aan het wiel. Bettiol komt links. De bond ook. Abrahamsen. Jurgensen die naar het paadje gaat op de Huizenpontweg. De kasseien van de Huizenpontweg. Het lijkt alsof we met een man of 5, 6, 7 Benoot die er voorbij gaat. Tarling die ook nog probeert. Benoot die daar in de putten zit te rijden en denk ik een beetje pijn heeft. Mm-hmm. Dit is een afscheiding. We gaan naar een kwartet. En de bond nog altijd bijzonder knap mee. En Jurgensen een gaat quintet, overnemen nu. Een quintet. Abrahamsen er nog bij met de bond. Kom aan, Tisch. Nog even die tenen uitkuisen. Ja, maar die ribben, hè. Die ribben. Hij roept in zijn oortjes. Staat hij lek? Nee, ik denk dat hij roept op Jurgensen. Even timen. Even temporiseren. Ja.
Ga naar de kop en temporiseer. Pak me mee, pak me mee, pak me mee. En dan Tarling en hier Valgrain. Benoot keert terug. Nee, nog niet helemaal. Het zag er van achter veel mooier uit dan op dit beeld. Het is nog altijd BTL. Maar Benoot gaat nu wel terugkomen, denk ik. Jurgensen die achter Kung en Betiol blijft. En keert terug. Sterme inspanning van Thijs Benoot. Doe je niet zomaar. En ook Tarling gaat nog eens terugkeren. Dat is Abrahamsen. Is het Abrahamsen? Nee, die zit daar. Tarling. Dit is Tarling. Ja. Abrahamsen zit hier in vijfde positie. Ja, sterk. De schietchampettermolen. We zijn er voorbij gereden zonder er echt over te kunnen vertellen. Dat is niet erg. Dat is dan voor zondag. Tarling is nog niet helemaal terug. Benoot wel. Grote versnelling. Maar nu op die betere kasseien, die beter lopen. Oef. Terwijl we hier kijken naar een versnelling van Betiol op Nokereberg. En dit willen we toch wel even meepikken. Betiol met Jurgensen en dan Kuhn. En de bond die voorbij Benoot gaat naar het wiel van Abrahamsen. Het is een stevige prik van Betiol, maar ik vraag me af of hij goed genoeg is om weg te blijven. Het is wel een tijdrijder natuurlijk en het is nog 22 kilometer, maar we hebben hier wel een koppeltje achter als de nood boven geraakt. Boven geraken sowieso, maar ik bedoel als hij boven geraakt naar de anderen. Ja, maar zit er dan nog genoeg op, hè? Mm-hmm. Hij zal steun hebben aan Tarling, maar Jurgensen die wel naar Betiol lijkt te kunnen rijden. Dat is euforisch, dat is durven. Ja, Renaat? Ja, hij gebruikte Nokereberg zoals Philipsen, of Merlier beter hem gebruikte, in de jongste editie van Nokerekoersen. De aanloop, de overgang naar de kassei en dan vol gas, wel op links doorgegaan. En ze zijn er nog niet klaar mee. 10 meter voorsprong dan nu in de aanloop naar de volgende hindernis. En dat is dan de Herlegemstraat. Dit is de demarrage van Alberto Betiol. Dat is voluit, hè? Ja, dat is inderdaad diezelfde lijn volgen als Merlier dat deed. Snelheid gebruik maken van... We zijn er vier teruggekeerd. De bond nog net niet. Ja, en Abrahamsen ook terug. Hè. Dat zijn nog twee mannen van die vroege vlucht. En Benoot die toch ergens op een of andere manier telkens opnieuw een beetje in de problemen komt. Benoot die hier... nog de nodige steun heeft aan Tarling. We gaan ons verhaal van Tarling toch moeten herschrijven, denk ik, voor vandaag. Dat hij ervan gaat wegrijden straks? Ja, ik denk dat er andere mannen gaan zijn. Ze gaan niet de kasseien op. We hebben nog eens die Waregemse straat natuurlijk. Hè. Straks, bergop. Maar misschien is die dan al weg. Tarling, hij gaat nog eens terugkeren. Hè. Ja. Denk het echt. De bond gaat nog eens demareren. Nog een beetje wachten toch, 19 kilometer. Probleem, Valgrain. Probleem. Betiol heeft een probleem. Betiol heeft een probleem. Heeft hij lek? Ja, denk het wel. Lek achteraan. Oh, het is niet waar. Ja. En zit die volgwagen hier? Nee, Valgrain zit daar wel nog. Kan hij de fiets van Valgrain pakken? Kan die nog trappen? Het is net of hij niet kan trappen. Is zijn versnellingsappen? Nee, hij kon wel trappen. Krampen? Maar hij heeft krampen. De krampen schoten er gewoon in. Ja, het zijn krampen. Kilometer 160. Het zijn krampen. Nu kijken. Krampen bij Betiol. Heeft hij dan niet genoeg gedronken? En kijk, Benoot aansluiten en demareren. Was hier al eens tweede, hè? Of toch op kousenvoeten proberen weg te rijden. Ging hij bijna eens winnen, hè? Moest een hele goede Mathieu van der Poel komen. Windstilte voor misschien wel een nieuwe storm of stormpje. Op Nokereberg. Ja, daar gaat Benoot. Benoot op 10 kilometer van de streep. Benoot van op de kop. En dan de reactie van Tarling. Joshua Tarling. Ja, nu opletten voor de counter van Tarling. Opletten. Tarling tot aan het wiel van Benoot. Blijft daar voorlopig zitten. En dan moet de bond gaan reageren. En Kung, de bond die nog opvallend fris is na al die inspanningen. Ja, maar de bond dat is een echt een kat met 9 levens. Geen 7, maar 9. Dan gaat die Abrahamsen nog iets doen van achteruit. Bij de vrouwen staat het peloton gewoon stil. De koers is geneutraliseerd. Dat even meegeven. Er zou een ongeval zijn met de volgwagen bij de mannen en een
wagen van de organisatie die in de gracht zou liggen. En waar het wiel van af is en 100 meter verder ligt. Dus laat ons vooral hopen dat daar geen zware gevolgen van zijn. Ja, Benoot, die blijft geven hier, hè, op die lastige strook. Renaat. Bergop. Ja, Kun krijgt dat gaatje niet meteen dicht. En de manier waarop de Bond daar naartoe sprong, dat was sterk. Nieuwe versnelling. Benoot nog eens. En Taling. Taling die dan past. En weer is het de Bond die moet reageren, maar die buigt het hoofd. Dries. De Bond die daar tekort schiet op dit moment. En Benoot, ja, Benoot, dit is een zeurend stuk. Dit is Nokereberg aan de andere kant natuurlijk. Dit is normaal de afdaling. Dit was vroeger de afdaling, maar hij raakt niet weg. De Bond kraakt voorlopig niet. De Bond is mee. En de Bond is een gevaarlijke klant om mee te pakken. Ja, ja, als er men naar de streep komt, gaat Benoot goede benen moeten hebben. Ja, maar Kung heeft gewacht. En Kung trekt nu één simpele streep. En gaat Jurgensen en Abrahamsen terug in het wiel van de Bond en Benoot brengen. Maar nu gaat Jurgensen teruggaan. Hè. Lijkt mij logisch. Moet Abrahamsen zorgen dat hij mee is. Maar wat een sterke de Bond. De hellingen zijn opgesoupeerd, José. Taling is mee. De hellingen zijn opgesoupeerd en Taling is mee. Oef. Voor katten met 7 en 9 levens gesproken. Taling heeft hier ook al een aantal opgebruikt, hoor. Kung die doortrekt met Jurgensen en Abrahamsen. Opletten nu Dries en Tisch. Dries en Tisch. Nou, wat een reactie van de Bond, hè? Renaat nog eens. Ja, de officiële hellingen zijn inderdaad opgesoupeerd, maar deze strook die ze nu aanvatten, daar zit nog wat relief in. Samen met die snelwegbrug straks naar de Herlichemstraat. Hier kan je ook nog iets proberen. Links opdraaien, daar gaat het ook nog lichtjes omhoog. En dat begrijpt Kung. Versnelling, Kung. En Taling, die echt duizend doden sterft om hier aan te hangen. Hè. Niet te geloven. Maar hij gaat eraan hangen. Hij is mee. En Jurgensen gaat. Jurgensen nu voorbij Kung en versnellen. Hij is nog niet helemaal mee, maar dit zijn wel stukken die hem nog beter moeten liggen dan de rest. Maar ze rijden wel een beetje verder van hem weg. Zou het kunnen dat we nu toch het kantelpunt bereikt hebben bij Taling? Ze gaan toch stilvallen op het moment dat Kung komt aansluiten. Dat Jurgensen toch de benen stilhouden. Nou, dat is dan de volgende. En nu Benoot nog eens. Dan is het dan de kan hij passeren? Ja, Benoot kan passeren. Ja, de Bond. Hij heeft het gezien, hoor. Hij voelde hem komen. Ze zijn de tegenstand aan het afmatten. De Bond, die heel snel op dat wiel zit, vraagt tot overname. Het is Benoot. Ja, vraag Bramsen. Moet je het doen of moet je het niet doen? Ze zijn wel elkaar aan het afmaken op die manier. Veel spannender kunnen ze het niet maken. Nee, het is leuk om naar te kijken, deze finale. En waar zit Joshua? Hier. Niet ver. Helemaal niet ver. Als ze nu stilvallen vooraan met z'n vijven langs elkaar en dan van achteruit en voorbij. Is dat de bedoeling? Soms kunnen de benen het hoofd ook niet volgen, denk ik. Maar hij zal wel nog een kaartje spelen. Daar gaat Jurgensen weer. En daar zit wel wat op. En niemand die reageert. Nee. Dit zou hem wel eens kunnen zijn, José. Ja. Dit zou hem wel eens kunnen zijn. Wie gaat reageren? Taling. Taling die gewoon de motor gaat laten aanslaan. Kung die reageert op Taling, maar dan niks doet. Ik denk dat het gedaan is. Jurgensen heeft al 50 meter. Het zijn er 60 aan het worden. Wie? Niemand meer? Kom jongens, nog 6,7 kilometer. Er koers van maken nog. De winnaar van Parijs-Nice. Elke seconde die nu wordt getalmd is een gewonnen meter voor dit is gedaan. Matteo Jurgensen. Benoot gaat de boel hieruit controleren. Ja. De winnaar van Parijs-Nice gaat nu ook dwars door Vlaanderen winnen op die manier. Kung die waarschijnlijk nog wel eens door gaat trekken op de kasseien hier. Ja, alles of niks, maar hoe dicht kom je dan? Renaat. 8 seconden de voorsprong in geen tijd. Ja, je krijgt er dan 6 cadeau ineens. Maar wel een ferme inspanning. En dit is een jongen die niet doodgaat. Hè, die gewoon blijft fietsen. Die altijd maar weer de Bond. Door kan. De Bond die nu zelfs Benoot onder druk zet. Maar Benoot die maar één ding moet doen. Controleren. En als je dan eentje laat wegrijden, is dat nog niet eens zo'n probleem. Je moet alleen verhinderen dat er 2, 3 achter Jurgensen aangaan. Maar 11 seconden.
Ja, het voordeel van het overtal, maar je moet dan vooral ook nog die ene man hebben die goed is, die dit aan kan. En Tarling nu. Maar komt hij weg? De Europese kampioen tijdrijden van 20 jaar. In dat soort zaken moet je eigenlijk onmiddellijk reageren. Hè? Al 8 keer gelost, Tarling. Maar hij is er nog altijd bij hier. Al is het voor plek 2. Renaat. Ja, net voor het afdraaien van de stenen. En top, 17 seconden. De voorsprong ziet er goed uit voor de Amerikaan. Het is nog vroeg, maar ik denk dat de koers gereden is. Met Benoot daarbij heb je een stoorzender. Die weet hoe het moet. Hier zitten al wat jongens bij, 2 jongens bij die al in die vroege ontsnapping gezeten hebben. Kuhn heeft een paar keer geprobeerd, dus ik denk dat het gedaan is. Hier weet hij het al. Niet te geloven, zegt hij. Parijs-Nice voor Remco Evenepoel. En nu ook nog eens dwars door Vlaanderen. De alleskunner. De Amerikaan. Uit Walnut Creek. Met het vuistje. 1,90 meter. 69 kilogram. Droog aan de haak. Dan denk je, dat is niet iemand voor kasseien. Maar het is wel iemand voor kasseien. Matteo Jurgensen is aan een formidabel voorjaar bezig. De transfer van 2024. Jurgensen wint voor Visma Lise Bike. Mooie zege in deze editie van Dwars door Vlaanderen. Knap gedaan, man. 45 gemiddeld. Laatste bocht met De Bont, Kuhn en Abrahamsen. Benoot die van ver gaat. Benoot die van ver gaat lanceren. Kan hij nog. Maar Abrahamsen is al aangegaan. Benoot kan er nog overkomen. Komt nu naast De Bont en dan Kuhn aan het wiel van Abrahamsen. Het is Abrahamsen die toch naar de tweede plek gaat spurten na een geweldige wedstrijd. Abrahamsen niet stilvallen. Kuhn wordt derde, Benoot vierde en De Bont vijfde. En daar in de verte is Joshua Tarling. Hij vervolledigt de top 6. Ja, het is een mooie. Het is een mooie voor je. Maar nu ook het besef wat onderweg gebeurd is. Ja, de vraag misschien. Hé. Hoe zit het met de rest van de ploeg? Hoe zit het met onze kopman? Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.